Directeur Angela Samo van Sociale Zaken heeft gisteren bekendgemaakt dat crèches en peuterscholen vanaf 6 juli de deuren weer mogen openen. Het gaat hierbij om zowel de overheid als de particuliere instellingen. De opening van de crèches zal wel met aangepaste regels en protocollen worden uitgevoerd. Zo zal bijvoorbeeld de temperatuur van elke leerling worden gemeten. Samo riep ouders op om de nieuwe maatregelen stipt te volgen. Net zoals de residentiële opvanginstellingen zijn er ook voor de crèches en peuterscholen protocollen waaraan gehouden dient te worden. In dit protocol worden richtlijnen gegeven voor praktische zaken als veiligheid en hygiëne, in contact komen met kinderen, hun ouders en verzorgers en de medewerkers. Dit protocol vormt het kader voor instellingen waarbinnen zij de maatregelen en acties in een specifiek protocol op locatie kunnen uitwerken. Verder concretiseren en doorcommuniceren met de ouders en indien mogelijk ook met de kinderen. Ja, met de kinderen, want het gaat allemaal om hun wanneer ze binnen de crèches en peuterscholen zijn. En omdat COVID nog een beetje abstract is voor de meeste kinderen, is het wel belangrijk dat u als tante ervoor zorgt dat de kinderen dat begrip ook kunnen opbrengen en ook kunnen begrijpen, meer kunnen gaan begrijpen wat die situatie allemaal inhoudt. Samo zegt dat de protocollen de komende week worden besproken met de crèchehouders. Ik roep de 60 houders van crèches en peuterscholen die nog geen, let wel, nog geen COVID-steun, financiële steun van 1500 SRD hebben ontvangen, op maandag 29 juni en zij kunnen zich aanmelden tussen 10 en 4 uur 's middags bij het bureau opvanginstellingen. Daar zullen zij het protocol in ontvangst nemen in hardcopy. Ze mogen het gelijk doornemen. Er zal iemand of een aantal mensen daar zijn om in te gaan op de vragen om zaken verder te verduidelijken en ze zullen nader instructies ontvangen van hoe verder. De rest, en dat gaat om ruim 200 houders van crèches en of peuterscholen, die al de COVID-steun van 1500 SRD hebben ontvangen, die worden opgeroepen om zich aan te melden dinsdag 30 juni, donderdag 2 juli of vrijdag 3 juli, telkens tussen 8 en 1 uur 's middags bij bureau opvanginstellingen. Directeur Angela Samo van Sociale Zaken en Volkshuisvesting gisteren op de COVID-persconferentie. Ze zegt dat de crèches en peuterscholen vanaf 6 juli weer open mogen gaan.